wil je vragen? En hebben we dan ook nachtdienst als er die dingen gebeuren? Nou, het is wel leuk dat je het zegt. Gisteren kwam ik op te werk en toen zei mijn collega, heb je het bericht van de communicator vandaag gehoord om 4 uur? Ik zeg, nee, ik had vannacht mijn telefoon uitstaan, want jij had dienst. Hij zegt, om 4 uur was er een bericht binnengekomen van een overval. En hij zei, ja, ik ben maar even rechtop gaan zitten in mijn bed en ik heb het maar even schouder opgezet. Dus... Ja, in zekere zin wel. Dat doen we nu dus wel zo. Het is voor ons wel een testperiode. Het is niet gezegd dat we dit zo met z'n tweeën gaan blijven doen. Want alleen op het moment dat we gebeld worden en we gaan er iets opzetten, dan krijgen we daar een kleine vermoeding voor. Een half overuurtje kunnen we wel beschrijven. Maar je snapt wel dat wij, als we een keer op vakantie gaan, toch echt niet, als een collega op vakantie, dat ik 3 weken dag en nacht dingen ga afzetten luisteren. Dus of we stoppen daar straks mee, dat we het alleen overdag gaan doen. En niet in het weekend. Of we moeten het onder de medewerkers gaan verdelen. Maar is het nou toegevoegde waarde die jullie zien naar de burgers toe? Of die door de korpsleiding getekend wordt naar de burgers toe? Want ik krijg het gevoel dat het teer vindt. Nou, het is wel een hele aardige vraag. Want ik denk dat het bij ons precies hetzelfde is als bij de meeste overheidsinstanties. Dat dat soort initiatief komt van onderuit. Ik denk dat er maar heel erg weinig organisaties zijn waarbij het van bovenaf komt. En je zegt van jullie moeten dat gaan doen. Vaak werkt het slot en mop heel erg goed. Dus wij zijn er op een gegeven moment mee gestart. Dus, maar ik wil vragen, zet je er alleen de negatieve berichten op? Van overval hier of dit gepakt of dat gepakt? Of over de positieve? Ik volg namelijk zelf, heb ik een tijdje de politie Utrecht Twitter-account gevolgd. Mm-hmm. En ik werd er zo gedecimeerd van hoeveel criminaliteit blijkbaar in mijn buurt was. Dat ik maar mee gestopt had. En ik van ja, hier ga ik me niet veiliger door voelen. Als je 16 overvallers gepakt elke dag weer langs ziet komen. Dan denk je bij jezelf, denk, dat zijn er toch echt een stuk meer dan ik gedacht had. En nooit van, dit voorkomen of die persoon geholpen. Dus dat... Nou, in zekere zin... Raak ik wel een gevoelig punt, want een paar jaar geleden kregen wij een nieuw hoofd communicatie. En die zei van, waarom zouden we eigenlijk alleen maar negatieve dingen gaan publiceren? En we doen geen losse woninginbraken meer, want daar schuiven we mee uit. Ja, want je creëert alleen maar een gevoel van onveiligheid. Als we dan toch niks meer te vertellen hebben, dan alleen maar wat er nou weer gebeurd is. Wie er nou weer doodgeschoten is, of waar nou weer ingebroken is. Dan moeten we dat op een andere manier gaan doen. Dus dat gevoel was er inderdaad wel. Je creëert een gevoel van onveiligheid. We hebben toen bijvoorbeeld afgesproken dat je bij serie inbraken, dat je dan dus wel de mensen waarschuwt. Je kan niet zeggen van, de politie weet er niks van kennelijk, omdat er ingebroken wordt. Misschien aardig om te vermelden, straks om 2 uur gaan wij daar verder op in. De politie Groningen doet het namelijk ook. En dan gaat het wat meer over de punten die je net aansnijdt. Want je kunt hier heel erg lang over door discussiëren, maar dan krijg je eigenlijk weer een discussie binnen jouw verhaal. Ja. Maar we hebben er een hele presentatie over, dus... Ja. Ja, Wanninga is trouwens een agent van een wijkagent van Groningen. Mocht je hem op willen zoeken, dan kom je niet bij Brabant Zuidoost uit natuurlijk. Nee, maar goed, dit is het machtsmiddel wat Twitter is. Ja, precies. Je kan er dus als korps iets mee doen, maar je kan er ook als wijkagent iets mee doen. En dat is het verhaal van Groningen en van een paar andere korps, waarbij buurtagenten en soms ook wel hoger geplaatst Twitter gebruiken om de boodschap te verspreiden. Ik vroeg twee dingen af. In eerste plaats... Is het niet mogelijk om als je de sms-alerts toch al geautomatiseerd hebt, om dan de Twitter-publicaties daaraan te koppelen, zodat dat ook automatisch gaat? Ja, daar zijn we al, 8 maanden mee bezig. Maar dat wil op de een of andere manier niet lukken bij die mensen. Nou, we hebben weinig geduld wat dat betreft. Technisch, bij een overheidsinstantie is dat volgens mij vrij normaal dat iets wat langer duurt. Zeker als je van anderen afhankelijk bent. Ja. En Jasper en Marco die, van de andere korps, die weten hoe dat het werkt. Dat is ook je verhaal dat jullie ervoor gekozen hebben om verschillende Twitter-accounts aan te maken. Ja. Terwijl je eigenlijk te maken hebt met een gebied en verschillende deelgebieden daarbinnen. Mm-hmm. Je zou er niet overwogen om door middel van tags die aggregaties te maken. Dat mensen die het hele gebied willen beluisteren of deelgebieden, dat die gewoon daar kunnen filteren. Nou, tags. Wij gebruiken wel andere middelen waarbij we tags gebruiken, zoals Yahoo Pipes. Als ik het goed begrijp, hebben ze toch een account voor heel het gebied, dus heel Eindhoven omgeving, maar ook nog per regio. Dus dat doen ze dan toch wel eigenlijk? Nou, wij gebruiken in feite onze RSS, die gebruiken wij. We hebben bijvoorbeeld voor die wijkgebieden, als je het over Eindhoven hebt,
Daar hebben we een RSS-stroom op zitten, op, via politie.nl. Daar zit een content management systeem onder. Daar zit RSS op wijkgebied. En die RSS laten wij op dat Twitter-kanaal binnenkomen. Dus dat stel je in op bijvoorbeeld RSS to Twitter. Of, wat heb je nog meer van die dingen? Feedburner. Allerlei tools op internet waarbij je een RSS-stroom naar een Twitter-account kunt doorpompen. Nou, politie Helmond bijvoorbeeld. En het leuke natuurlijk van Twitter is de opkomst van de digitale telefonie met internet op de telefoon. Dus je kan het ook op je telefoon allemaal lezen. Ik ben nog wel benieuwd naar de vraag hoe de korpsleiding hierin staat. Nou, de korpsleiding bij ons is, ja, we moeten zeggen, redelijk meegaand daarin. Dat wil zeggen, de techniek staat wat verder van hen af. De vernieuwingen staat ook wat, tenminste bij een aantal korps bij ons, ook wat verder van hen af. Maar we hebben wel groen licht toen we uit hebben gelegd waar we mee bezig zijn en waarom dat we dat wilden doen. Tegen ons gezegd, gewoon blijven doen. We hebben dat ook nog vervat in een internetstrategie die er uiteindelijk toch moest komen. Niet alleen voor ons korps, maar straks voor alle korpsen, denken wij. En in een corporate communicatieplan. En in het corporate communicatieplan, wat anderhalve week geleden gepresenteerd is, een van onze medewerkers in het korps management team. Daarin was men heel erg enthousiast. Het grote voordeel natuurlijk is dat je in zo'n organisatie, zeker zo'n management, mensen moet hebben zitten die daarachter staan. En dat hoeft niet altijd precies de top te zijn, maar degene die daar net onder zitten, zoals politiechef, die nu een eigen blog hebben. De politiechef die voorheen ons hoofdcommunicatie was. Nou, dat zijn de ambassadeurs op managementniveau die je enorm kunnen helpen om dingen door te blijven ontwikkelen. Maar daar staat wel tegenover dat je die investering moet willen doen. Als afdeling communicatie. Dus het kan ook betekenen voor ons intern dat we onze werkzaamheden wat moeten gaan verleggen. En als je het daar dan over hebt, in eerste instantie was het bij ons de verdeling van intranet en internet ongeveer 50-50. Maar die is verschoven met 80-20. Dus 80% externe communicatie, omdat we die burger willen bereiken. En 20 meer intern. Dus je moet wat economischer leren werken. Worden er meer misdaden opgelost? Dat is moeilijk te meten. Met sms weten we het natuurlijk, maar dat is een ander instrument. Maar via dit jaar, dat is de vraag die we al verwacht hadden. Ik weet dat Korps Limburg-Noord bijvoorbeeld, en anderen zullen daar waarschijnlijk ook wel ervaring mee hebben, dat die vier zaken hebben opgelost via informatie die via Twitter is verspreid. Ik weet niet of Jasper voor Groningen kan spreken. Ja, daar hebben we wel een aantal voorbeelden. Ja. Ja. Het enige is, ik verspreid het nooit alleen via Twitter, dus het is altijd moeilijk te achterhalen hoe je een misdrijf oplost. Zeker als Peter de Vries bijvoorbeeld ergens opduikt, dan heb ik altijd alle credits, maar het is nooit alleen Peter de Vries of alleen Twitter of alleen opsporing gezocht. Het is altijd een samenspel van middelen. Dus, soms is het heel erg duidelijk, maar meestal is het niet heel erg duidelijk waar die informatie van gaat. Misschien toch wel heel erg belangrijk om te zeggen is dat wij kunnen als afdeling communicatie van alles gaan bedenken, allerlei leuke tools en dat nieuws op allerlei manieren de wereld inschieten. Wat we niet zijn vergeten is dat we naar al die afdelingen toe zijn gegaan. Dat wil zeggen, daar waar echte politiemensen op hun bureau zitten, die hebben dan ook zo'n pak aan, maar die hebben dan ook iets aan hun gordel hangen waar ze iets mee kunnen als er iets gebeurt op straat. Die mensen, die hebben een heel ander, een veel traditioneler beeld van communicatie. Die hebben het al druk zat en die vinden het allemaal niet zo belangrijk dat die burger weet waar ze mee bezig zijn. Op het moment dat die burger het nodig heeft, dan zijn ze er gewoon. Dan zijn ze er gewoon. Maar wat wij tegen hun ook hebben verteld is dat wij weten en wij kunnen de systemen nakijken waarin ze al die incidenten moeten opslaan, alle zaken, projecten die ze hebben gedaan. Dat ze heel veel dingen doen in de wijk die een burger niet ziet. Volgens mij vertel ik dan geen rare verhalen hier, als ik dat zo zeg. Maar op het moment dat u binnen zit en u bent televisie aan het kijken en die buurtagent of ik weet het, patrouille rijdt door de straat en die controleert op veel fietsendieren of op overlast van jeugd. En als politie communiceer je daar niet over. Dan denkt die burger, ja, die politie die voert eigenlijk ook niks uit. We hebben hier al jaren overlast van de jeugd, want de politie doet er niks aan. Dan is voor jullie de neiging om die politie te bellen op het moment dat ze er weer zijn ook niet zo groot, denk ik. Dus wat we steeds proberen te doen, en dat is geen verhaal van eenmalig doen, we moeten dat blijven komen, is die afdelingen, die politieafdelingen, die managers daar en de politiemensen daar, duidelijk te maken van luister, laat zien wat je doet.